What's up YouTube? Net klaar met werken, vandaag met de motor, lekker weer. Dus ik dacht ik pak hem een keer. Dan kan ik weer even buiten spelen. Zoals jullie horen, ik rijd nog steeds met mijn nieuwe uitlaatsysteem van Black Widow Exhaust. Maar ondertussen zijn er nog wat meer dingen veranderd. Ik heb een quadlock op mijn... motor gezet. Het werkt een stukje beter als die X-grip. Nou, want mijn hoesje was ook allemaal aan het loslaten. Dus nadat ik dit setje mee heb gekocht. Ik heb een gear indicator. Hier rechts. En een quickshifter er nu onder zitten. Waar ik nog een installvideo van ga maken. Zodat jullie in ieder geval kunnen zien hoe die is geïnstalleerd. Ik ga daar nog even langs lopen. Hij zit er natuurlijk al op. Ik heb wat foto's ondertussen gemaakt. Dus die ga ik allemaal even in de goede volgorde zetten. En dan... jullie uitleggen wat ik heb gedaan en hoe lastig het niet was, want het was echt heel simpel. Nu even richting de kapper, dus zodoende, zo meteen kan ik jullie misschien eventjes goed laten zien hoe de hoe de quickshifter werkt. Beetje mazzel. Even mijn cardo aanzetten eigenlijk. Kun je er ook bij zitten. Vaak zichtbaar. Hij heeft een iets zwaarder motorblokje als ik, denk ik. En zo klinkt de quickshifter. Nou, het volgende ritje wat gepland staat is een ritje naar Doel met de Zeduzu groep. De Doezu groep met Zeduzu. Met Dutch Wasp. En andere boys die nog niet vloggen. Luciano, West, Dinanciano. Gaan allemaal mee als het goed is. Waarschijnlijk vergeet ik nog iemand, Joël. Niels. Dat was het volgens mij. Dus met een redelijk klein groepje gaan we richting Doel. Een stukje binnen doorrijden. Een beetje chillen. Dus daar komt zeker een vlog van. En een paar mooie foto's op mijn Instagram. Die zal ik hier even posten in beeld, zodat jullie hem ook even kunnen volgen op Instagram. Nou, waarschijnlijk is dit een klein vlogje geworden. Ik wil jullie nog een paar foto's laten zien van wat vette wat voorbeelden van uitlaatsystemen van de Black Widow Exhaust. Die zal ik hier even laten zien.
Nou, zoals jullie zien zijn dat echt, echt mooie setups. Het enige nadeel is dat ze volgens mij niet Europees gekeurd zijn. Dus ja, mocht je aangehouden worden, dan moeten ze het kunnen vertellen en kunnen zien. Wat 900 keer niet is. Dus, in België ben ik aangehouden, deze is ook niet echt moeilijk over. Tenminste, ze hebben er niet eens naar gekeken volgens mij. Maar alleen naar mijn groene kaart. Ik was toen een paar uur mijn motor kwijt. Omdat ik mijn groene kaart niet bij had met nog 10 anderen. Dus we moesten onze motor laten staan bij het politiebureau in België. Totdat we onze groene kaart konden laten zien. Nou, mijn vriendin die wilde die best komen brengen, maar ik kon hem niet vinden. Dus ze is mij op komen halen. Ze zijn terug naar huis gegaan. Ik heb de groene kaart kunnen vinden. Ik ben weer teruggegaan. Ze hebben me weer terug afgezet. En toen was het kiwietje weer vrij. Oh, hier zal het wel druk zijn, denk ik. Zo, naar het kappertje geweest. Dus ja, zoals ik al vertelde, was het een leuk weekendje in België. Ik heb daar wel hele goede soundclips kunnen nemen van mijn uitlaat. Ik had er nu niet de quickshifter erop zitten, dus die krijgen jullie, die houden jullie nog van mij te goed. De volledige review van de Black Widow Exhaust komt sowieso nog. Deze zal eerder verschijnen. Met die andere ben ik nog bezig. Zo, dat was hem weer. Klein ritje. Als jullie het leuk vonden, like, sub, comment even. Heb je vragen aan me, stel ze dan gerust. Als je snel antwoord, wil hebben, dan stuur me gerust een berichtje op Insta. En dan zie ik jullie graag de volgende keer. Knipperig, jongen, ja, nou was je te laat. Ja, jongen, diknek.